Sterrenbeeld tweelingen. Tweelingen, van harte welkom op het kanaal van Mireille Online. Mijn naam is Mireille van Rijn. Ik ga met de Tarot en de Lenneman kijken wat er komend jaar voor jou te wachten staat. Normaal krijg je van mij een maandreading per maand. En deze keer, omdat we al in januari zitten, dacht ik, het is wel leuk om even van maand tot maand een snelle blik te werpen waar je een beetje rekening mee mag houden. Het is natuurlijk een verkorte versie, want als ik echt een hele uitgebreide jaarlegging moet maken, ja, dan ben ik 1,5 of 2 uur aan het filmen. Dus dat wordt een beetje te gek. Dus we gaan gewoon de snelle versie bekijken. En 2020 is wel leuk om even te weten, waar gaat dat over? Vorig jaar zaten we in een 3. Als je dan 2, 0, 1, 9 optelt en dat blijft optellen totdat je op een getal uitkomt onder de 10, dan kom je op een 3. En dit jaar 2 plus 2 is 4. 4 staat voor aarde. 4 staat voor stabiliteit, structuur, evenwicht. Het is natuurlijk een vierkant. En dus we krijgen een stabiel jaar. En ga je nou naar die 2, 2, dan krijg je 22. En 22 is een meestergetal, dus je gaat je lessen meester zijn. En anders is het de bedoeling dat jij de meester in de leerling en de leerling in de meester zal zijn. Tuurlijk heb je dan ook nog te maken met twee nullen. Ja, nul is eigenlijk het getal van alles, dus het is dan alles, net als de dwaas. Dus we gaan met elkaar echt iets nieuws beginnen. En genoeg daarover, wil je daar nou meer over weten, ga dan eventjes naar een van de websites. Hieronder staan de linkjes, dan kun je daar wat meer over lezen. En ik ga gewoon 12 tarotkaarten leggen, 12 Lenneman kaarten. En voor iedere maand van allebei een kaart. Dus we gaan starten. We beginnen met de maan, de magier, munten 4. Even kijken, en dan hebben we hier munten ridder. Dan hebben we hier bekers 5, munten 3, staven 3, nog een munten. We gaan flink met munten aan de slag, tweeling. Even kijken, nog een ridder van zwaarden. Dan hebben we hier bekers 1, bekers aas, ridder van bekers en... Ja, mooi. Staven 6. Nou, die hebben we gehad. Ik leg ze ietsje verder uit elkaar, omdat de Lenneman er nog naast komt. Ik hoop dat alles goed in beeld is en probeer daar echt een beetje op te letten. En ik laat uiteraard iedere kaart ook in beeld zien. En even kijken of alles zichtbaar is. Volgens mij is net dit hoekje weer niet zichtbaar. Oké, nou, ik ga die zo wel... Ik laat ze zo toch nog even in beeld zien. Ik was ze op zijn kop aan het schudden. Ik was eventjes met het beeld bezig. Nou, daar gaan we. En nou, laat ook zeker even je duim achter als je het leuk vindt natuurlijk. En je comment. Vind je het nou superleuk? Nou, vind ik het weer heel erg leuk als je het ook even deelt op jouw social media. Geeft mij natuurlijk ook weer inspiratie om dit lekker te blijven doorzetten. En daar gaan we. Harten. Januari gaat over de liefde. Blokkade. Vertraging. Ster en geluk. Knopen doorhakken. Financiën. Dingen die gaan stromen. De uilen. Dus dat heeft met wijsheid te maken. Geluk. En dan hebben we in augustus de lelie. Waarheid. September de zon. Oktober het schip. November de roede. Nou, en om hem compleet te maken, vind ik het dan wel leuk om nog een keer met de orakel liefdeskaarten te werken. Dus daar doen we ook voor iedere maand nog even een kaartje bij. En natuurlijk kan ik ze van tevoren wel klaarleggen, maar ik vind het wel leuker om ze gewoon even in beeld ook echt te schudden en neer te leggen. Duurt dan misschien iets langer. Zo, 1, 2, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december. Nou, let's go. Oké, ik moet even zuchten. De maan, prachtig. Water, dromen, realistisch zijn.
Dat is waar het over gaat. Dus misschien ben je ergens onrealistisch over. Dat zou dan kunnen gaan over de liefde. Ik laat ze toch maar gelijk even tegelijk zien. En de maan staat ook voor romantiek. Gebruik je intuïtie om door een illusie heen te kijken. Dus misschien wil jij iets betreft de liefde rooskleuriger zien dan dat het is. Hè, dan dat de werkelijkheid is. Er is ook vaak verwarring van ja, maar het is mijn soulmate en het is mijn zielsliefde. Dan gaan mensen uit naam der liefde, uit naam van dat ideaal, eigenlijk een sprookje creëren in hun eigen wereld die niet realistisch is. En ik ga niet zeggen dat jullie dat allemaal doen, dat is natuurlijk ook niet het geval. Maar belangrijk is dat je vanuit liefde voor jezelf realistisch kijkt, maar ook je intuïtie toepast. En dus dat is wel heel erg belangrijk. Wat kan ik over deze kaart nog meer vertellen? Ja, de hond en de wolf zie je daar eigenlijk op. Met de kreeft, het waterteken. Prachtige volle maan. Je bent ook maangevoelig waarschijnlijk. Dus hou de volle maan in de gaten. En de nieuwe maan. Bij nieuwe maan creëer je nieuwe dingen. Bij volle maan sluit je juist heel veel af. En ja, de maan kan dingen versluieren zoals je hier ziet. Maar het kan ook dingen verlichten. Dus word één met die energie van de maan. Het heeft ook met je cyclus te maken. Voor dames heeft het zeker met je cyclus te maken. Ja, en het kan ook afleiding zijn. Maar in combinatie met de liefde kan die juist wel heel erg gunstig zijn. Dus aan de ene kant denk je, ja, maar je zat net over illusies en realistisch zijn. Ja. Want het is belangrijk dat je in waarheid jezelf verbindt met jezelf en dan realistisch gaat kijken naar de situatie. Maar de maan staat ook voor romantiek. En dat is wat komende maand hè, eigenlijk een van jouw thema's is. Want je hebt natuurlijk heel veel thema's, tweelingen. En het kan natuurlijk nooit met alle tweelingen 100% resoneren. Wel is het zo dat iedereen daar weer een andere boodschap uit kan halen. En dat is belangrijk, dat jij jouw eigen persoonlijke boodschap hieruit mag halen. En wat vertelt de hartenkaart deze keer? Tweelingpassie, je ontsteekt in hartstocht, dus hoeveel bevestiging wil je hebben? Dus enerzijds, wees realistisch, niet alles uit naam der liefde. Hè, daarin moet je heel realistisch zijn. Aan de andere kant, geniet eigenlijk van de romantiek, van de echte passie. Wees eerlijk naar jezelf en naar die ander. Omdat er nog steeds dingen onthuld moeten worden, nog steeds dingen versluierd zijn. Dus voor jou is het ook heel erg belangrijk dat je aan de ene kant heel erg je hart open durft te stellen. En aan de andere kant en in die romantiek en in die maanenergie mee durft te gaan. En aan de andere kant dat je ook gewoon heel realistisch naar de situatie blijft kijken. Ik moet heel even een slokje water nemen. Zo, en dan gaan we naar de volgende. En dat gaat over februari, de magier. En het grappige is, hier ligt eigenlijk de berg. En de berg staat voor een blokkade, voor vijandelijkheid. Maar kan ook een stukje vertraging zijn. Soms moet je even gewoon, wordt je geduld op de proef gesteld. Kom ik terug op die maan? De maan is een cyclus. Je kan je cyclus niet versnellen. Maar wat ik daar vooral ook bij oppak, bij die berg, is dat het ook een mentale blokkade is. Dus soms kan iets zo overweldigend zijn, bijvoorbeeld in de liefde of die zielsverbinding die je voelt, waardoor je eigenlijk een stukje in je angst gaat zitten. Dus ja, nogmaals, verbind je echt met die maanenergie. En doe dat niet één keer, maar probeer dat eens een paar maanden achter elkaar. Word je eens bewust van, is het volle maan, nieuwe maan? Wat is er aan de hand met de maan? Download even zo'n maanagenda. Dan ben je daar veel bewuster van. En dan kan jou dat ook veel meer helpen met jouw emoties. De magier, februari. Jij gaat alles zelf creëren als je daar verkiest. Waar je op moet letten is, blokkeer niet jezelf. Wees je ervan bewust dat ook jij die magier bent. Dus blokkeer jezelf niet. Open het, breek het open. De magier is in staat om alles te creëren wat hij zelf maar zou willen. Wel belangrijk is dat je in waarheid bent. Dat je creëer je vanuit donker en vanuit die intenties. Ja, dan creëer je natuurlijk echt een toren die op een gegeven moment uit elkaar valt.
creëer je vanuit waarheid, vanuit zuivere intenties, dan is dat fundament ook waarheid. Dus wees je daar bewust van. Want ja, de magier is natuurlijk ook heel erg in staat om illusies neer te zetten. Dus ja, neem dat mee. En de magier is eigenlijk ook, daar hoort de planeet Mercurius bij. Mercurius is weer van de communicatie. Dus dat is wel leuk om even te weten. En ja, dit hart hoort erbij. Bezinning. Geef elkaar op dit moment wat meer ruimte. Geef ook jezelf even wat ruimte. Neem ruimte voor die vertraging die je voelt. Want misschien dat er een transformatie gaande is. Blokkeer je jezelf door te snel te willen. Of verstijf je. Frozen effect. Neem dat mee voor februari. En dan gaan we naar maart alweer. Tweelingen, je hoort me wat snel gaan. Maar het kost natuurlijk ook best wel wat tijd. En ja, heb je zoiets van, ja, ik vind het wel leuk of het raakt me, ik herken het. Ik zou daar toch persoonlijk wel eens ook wat meer willen weten. Nou, dan kun je natuurlijk altijd voor een jaarlegging gaan. Dan stem ik mij persoonlijk op jou af en dan krijg je van mij 4 kwartalen voor een heel jaar. Tuurlijk denk je, ja, januari is al begonnen. Maar dat maakt niks uit, want dan krijg je van februari tot en met februari of van maart tot en met maart. Heb je nou zoiets, nou, ik vind dat toch wel weer gelijk heel veel. Je kunt natuurlijk ook gewoon eens een maand proberen of een kwartaal om eerst eens te kijken of het bij je past. En het hoeft natuurlijk niet. Misschien heb je wel genoeg aan deze video's. En je kan natuurlijk ook altijd even terecht op www.puurmedium.nl of mediummireille.nl. En neem daar gewoon eens even een kijkje voor alle mogelijkheden. En dan gaan we door naar maart. Munten 4. Gokje nemen. Soms moet je een gok durven nemen. Maar belangrijk is ook dat je niet te veel vasthoudt aan het materiële. Dat je bang bent eigenlijk om los te komen van het vertrouwde. Dat is denk ik wel heel belangrijk om mee te geven. Maar ergens zit er ook een bepaald streven naar macht. Hebzucht kan soms ook een probleem zijn. Dus je hebt misschien met iemand te maken die een bepaalde hebzucht heeft. Of misschien heb je zelf die neiging wel eens. Dat kan ook. We zijn natuurlijk tenslotte allemaal maar gewoon mensen. Ja, en waar gaat dat mee gepaard? Met de sterren. Sterren staat voor nieuwe kansen, geluk, succes. Durf dus ook een gok te nemen. Probeer je niet helemaal volledig vast te pinnen op hetgene dat je nu hebt en vast te houden. Durf jezelf open te zetten. Durf gewoon stappen te nemen. Durf is een andere wereld in te stappen. En dat betekent niet dat je rare dingen moet doen. Maar het oude vertrouwde is wel veilig. Maar soms is het ook schijnveiligheid. Gaan we naar die harten, hè, dan gaat het over gevoel. Dan gaat het over relaties, emoties, geluk. Harten is een kaart van het water. En water is, heeft met schorpioenen, vissen en kreeften te maken. En staat eigenlijk gelijk aan bekers. Dus dat is wel interessant om te weten. Dus dromen, wensen, succes. Daar staat deze kaart voor. En het hart wat erbij hoort gaat over ik hou van jou. Dus daar gaat het in maart om. En dan gaan we naar april. Ik pak even een engelen tarotkaart erbij. Dat zijn deze. Van Doreen Virtue. Werk ik eigenlijk niet zo heel vaak mee, moet ik zeggen. Maar ik dacht, ja, is misschien wel leuk als ik af en toe even een extra kaart bijpakt om, ja, ik moet ze nog even schudden trouwens. Om, ter inspiratie of extra bevestiging. Nou, ik schud ze eventjes ruw. En daar pakken we voor april bij 9 van water. Dus dat is een beker. Je wens wordt vervuld. Onrust en ongerustheid vallen weg. Een liefde van je leven. Nou, als je die hebt met dromen en wensen die uitkomen. Dan hebben we de ster. En dan heb je ik hou van jou. Plus dat je misschien het oude vast wil houden. Dus dat je eigenlijk bang bent om een nieuwe wereld in te stappen. Ik denk dat je dat wel even gecombineerd met jou mee mag nemen. Voor de periode van maart. En dan gaan we snel door naar april. En wat hebben wij in april? Ja, je gaat oogsten. 10. En hier heb je de 10. Is ook een 1 en een... maar 10 vanuit de kaarten ligt dan weer net even anders. En het is een getal van vollediging. Het
eerste samengevoegde getal als het ware. En het symbool eigenlijk voor een nieuw niveau, een hoger niveau, een ander niveau. Oogsten. Tuurlijk staat de zeis voor een breuk, voor angst, voor gedoe, beslissingen nemen. Daar staat hij ook voor, maar het staat ook zeker voor het oogsten. En ik ben altijd wel heel erg voor de positieve insteek, want wat je denkt, ga je ook creëren. Hè? Ja, en die wordt gecombineerd met deze ridder, de knappert, met die mooie helm op. Met de ridder van munten. Ik zal hem even op deze manier in beeld houden voor je. Ridder van munten. Ja, wat kunnen we vertellen over die ridder van munten? Het is iemand met donker haar, donkere ogen. Daar heb je sowieso, als het goed is, mee te maken in april. En ja, dat is een harde werker. Dat komt altijd op de eerste plaats. Is heel praktisch ingericht. Die is heel praktisch ingesteld, niet ingericht. Heel verantwoordelijk, betrouwbaar, vasthoudend. Daar heb je mee te maken. En ook echt dat geld in zijn handen hebben, maar ook bereid zijn om arbeid te verrichten, om zijn doelen te bereiken. Daar staat ook echt die ridder van munten voor. En wat kan ik daar nog verder over vertellen eigenlijk? Vastberadenheid. En ik denk dat jij ook heel vastberaden mag zijn in de keuzes die je gaat maken. En hier krijg je eigenlijk de harten voor altijd en eeuwig. Jullie verkeren in een eeuwige gelukzaligheid. En jullie kan ook jezelf zijn dat er vanuit de kosmos zo over ons gesproken wordt. Dus je mag hem opvatten zoals jij dat zelf wil. En dan gaan wij alweer naar mei. Nou, het zijn allemaal kleine tipjes van de sluier per maand. Nogmaals, het kan veel uitgebreider. En als ik bijvoorbeeld een kwartaal doe, dan ligt hier de hele tafel vol. Dan kijk ik echt van maand tot maand. Ieder detail probeer ik naar boven te halen. Dit zijn gewoon kleine tipjes van de sluier voor het hele jaar. Bekers 5, samen met de vissen. Nou, vissen gaat ook over emoties en stroming. En bekers 5 gaat over emoties. Het kan om materiële moeilijkheden gaan, immateriële moeilijkheden gaan. Het gaat over teleurstellingen, teleurstelling in de liefde, rouw. Een beetje terugkijkt naar het verleden. Je kijkt heel erg. Kijk, er liggen een paar bekers hier op de grond. En dat is waar je blik heel erg op gericht is. Maar hier in het raam staan twee bekers overeind. En het is de bedoeling dat je daar, die staan in het licht, dat je daar naar kijkt. Niet naar die bekers die gevallen zijn. Dat is de poison. Dat is die hang naar het verleden. En die zijn ook donker. Die zien er letterlijk giftig uit. Maar kijk eens even naar die twee bekers in het raam. Die staan overeind. Dat is waar het om gaat, tweelingen. En het is belangrijk dat je gaat kijken naar wat je wel hebt en dat je wel overwogen beslissingen gaat nemen om afstand te doen van je oude gevoelens, van oude dingen. Alles dat jou niet meer dient, kun je achter je gaan laten. Hier ligt ook al die knoop die je doorhakt. Gaat misschien met een stukje rouw, dat zou kunnen. En aan de andere kant, alles gaat ook wel weer stromen. Maar om het aan het stromen te krijgen, tweelingen, is het wel belangrijk dat je niet te veel met het verleden bezig blijft. Dat je dat een plek durft te geven. Dat je dat achter de deur van 2019 durft te laten. Het verleden kun je niet meer terugdraaien. Gedane zaken nemen geen keer. En hier krijg je eigenlijk zet je zorgen opzij en kom in mijn armen. Ik vind het allemaal zo mooi op elkaar afgestemd. Dus dat is echt belangrijk. En je hebt geen ruimte voor dingen te ontvangen als je te veel nog bezeten bent van het verleden. Ja, en dan gaan we alweer naar juni. En juni is een kaart van arbeid. En ambacht, munten 3, talenten benutten. Kijk, munten is natuurlijk altijd ook een kaart van ruiten, van een aardeteken, stieren, maagden, steenbokken. Het gaat over geld, handel, ontwikkeling, loopbaan, promotie, communicatie, opdrachten. Dus daar gaat het allemaal over. En ja, die munten 3 staat eigenlijk voor erkenning, het ontplooien van jouw talent. Dus ga je talent benutten. Dat staat echt voor juni in het
teken dat je dat mag gaan doen. En wat is nou zo leuk? Er zijn twee soorten vogels. De uilen en de gewone vogels. Dus allebei kaart nummer 7 en 12. En vogels staan voor communicatie. Maar de uilen, die gaan nog een stapje verder. Vogels staan ook voor kort conflict, kort leed. Maar die uilen, dat zijn de wijzen. Dat zie je ook altijd in sprookjes en tekenfilms. Er worden de uilen zijn altijd de wijze raadgevers en de bromberen, zeg maar, hè, de mopperaars. Maar dat zijn de oude wijzen. Belangrijk dat je je niet laat manipuleren, maar wel laat beïnvloeden op een positieve manier met wijsheid van derden om je heen. Die jou verder brengen om dat talent dat jij gewoon hebt, tweelingen, verder te benutten. En dan pakken we de groene, het groene hart eigenlijk. Groen staat ook voor heling, dus hè, eindelijk. Eeuwigheid. Heb eerbied voor de plek in elkaar waar alles liefde is. Heb eerbied voor de plek in elkaar die eeuwig is. Alsjeblieft. Dat is de maand juni. Nou, we zitten er alweer 6 maanden op. En dan ga ik naar de 7e maand en dat is juli. Dat is ook weer een 3. Hier pakken we een 3. En hier, dit is een 5. Hier hebben we een 5. Dus dat vind ik ook wel, wel grappig. Hier nog overeenkomsten. Veel ridders. Dat valt mij ook op. Veel ridders hebben we erbij. Ja, horizon verbreden. Staven 3. Je kijkt al naar de horizon. Naar je toekomst. Wat wil je verder in het leven? Nieuw terrein verkennen. Zaken worden duidelijk. Het gaat over wijsheid, vertrouwen, dat je vooruit durft te kijken, dat je je toekomst weer opnieuw wil gaan staven. Het kan ook met een onderneming te maken hebben, dat je eindelijk die stap zet, reizen over zee, maar vooral je horizon verbreden. Waar wil jij naartoe? En het kan zeker ook met een vakantiebestemming te maken hebben, maar dan zou ik daar ook wel het schip bij hebben of de zon. Ik denk dat het vooral belangrijk is, is dat jij gaat kijken wat jij wil in jouw leven en waar jij gelukkig van wordt. Het is een 2. En 2 staat voor dualiteit, dus 1 plus 1, dus 2 personen. Het staat er voor geluk, ommekeer van bepaalde negatieve dingetjes. Dus het lot wordt omgekeerd ten gunste. Belangrijk, kijk naar wat jij wil. Hoe wil jij naar jouw geluk toe? Wat maakt jou gelukkig in de verdere toekomst? Dat is wat ik jou mee mag geven voor juli. En ja, het hart vertelt. Je probeert iets te forceren. Geef het de tijd. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Want je kan vanuit je gevoel niks forceren. Je kan vanuit je verstand van alles forceren. Maar dan kom ik terug op die magier. De intentie waar je dingen mee doet, bepaalt uiteindelijk de uitslag van jouw creatie. Dus ja, als je met luchtkastelen gaat bouwen, dan valt een luchtkasteel natuurlijk zo uit de lucht. Dus het gaat om de tijd nemen, proces de ruimte geven, want dan bouw je in waarheid dingen echt op. Nou, gaan we alweer naar augustus. Augustus, tipje van de sluier. Munten 5, lelie, beschermheer, beschermvrouw. Boodschappen van boven vanuit de mannelijke kant. Je ziet hier eigenlijk dat kerkraam. Prachtige glas en lood waar die munten omhoog gegooid worden. Het gevoel hebben, hè, omdat die hand je hand ophouden. Het kan zijn dat je in jouw gevoel een beetje financieel wat vastloopt. Dat je wat problemen hebt, emotioneel wat problemen zou kunnen hebben. Hier gaat het vooral om dat jij misschien wat gebrek aan inzicht hebt. En dat heeft met angsten en tekorten te maken. Want het licht schijnt er wel op. Dus jij bent naar antwoorden en oplossingen aan het zoeken. Hè, dat licht zie je hier overduidelijk. Het is ook wel mooi omdat het zo'n kerkraam is. En het geld is er gewoon. En de oplossingen zijn er gewoon. En dan kom ik hier terug met deze kaart. Het is ook een kerkraam. Laat ik ze eventjes naast elkaar houden. Dan kan je het ook zien hoe mooi dat eigenlijk is. Hè? Beide kerkramen. Lelies gaan over spiritualiteit, intuïtie, verbinding met jezelf, met het goddelijke, staat voor bescherming. Dus ga het contact aan met jezelf, zoek een stilteplek op, ga naar de zee, het bos, de natuur. Ga mediteren, whatever, wat jou helpt, want de een vindt mediteren fantastisch en de ander die denkt, ja, dat ga ik echt niet doen.
belangrijk is, dus nou, dan ga je naar een kerk, dan hoef je niet daar te gaan zitten bidden. Maar soms is een half uur stilzitten in zo'n ruimte ook heel, kan je heel veel inzicht geven en je echt weer verbinden met jouw innerlijke stem. Niets moet, het is een tip. Misschien denk je, jij bent gek, nou moet je het lekker niet doen. Het is natuurlijk helemaal aan jezelf. Belangrijk is, weet dat je beschermd wordt, weet dat je begeleid wordt. Je kan jezelf daarin gaan verdiepen. Hè, de verdieping met jezelf op gaan zoeken en het hart wat daarbij hoort, gaat over liefde. Als liefde het antwoord is, waarom zou je dan nog vragen stellen? Dus misschien toch niet zo heel onverstandig om de stilte op te zoeken. Daar gaat het deze maand over, lieve tweelingen. En dan zijn we bijna door de zomer heen. Dan gaan we naar september richting de herfst. Daar zijn we natuurlijk nog niet. Ja, en wat kan ik over september even in het kort vertellen? Ja, ridder van zwaarden. Dus een ferme gast. Staat voor een jongere man. Hè? De ridders zijn jongere mannen. Jonkheren zijn eigenlijk de knapen. Dus dat zijn de kinderlijke. Of mensen met een kinderlijke geest. Deze staat voor iemand met een jonge geest. Zwaarden staat toch ook wel echt voor iemand met die heel erg met zijn intuïtie verbonden is. En die zijn intuïtie en zijn intellect laat werken. Het is ook wel iemand die best wel wat autoritair kan zijn. Overtuigd kan zijn van zijn eigen gelijk. Vaak wel zelfverzekerd en welbespraakt zijn dit soort personen. Daar heb jij dus in september mee te maken. Maar het zijn wel hele goede bondgenoten. En ze kunnen heel scherpzinnig redeneren. Dat zie je ook wel een beetje aan hoe die kaart is uitgedrukt. Hè? Hoe daar eigenlijk uitdrukking aan wordt gegeven. Dus is wel heel erg mooi eigenlijk. En zwaarden. Meneren zijn meestal, hebben die, en dames, hebben die bruin haar, bruine ogen. Dus dat is misschien wel leuk als extraatje om eventjes mee te nemen. En wat heb ik hier verder? De zon die daarop schijnt. Dus een ommekeer van alles. De aas. Dus je hebt hier, kijk eens even. De ruitenaas, nieuwe kansen en het heeft met geld te maken, onder andere zegeningen, kompas, hier er ook een stukje in eigenlijk. Dus je krijgt nieuwe kansen en met die ridder van zwaarden, maar misschien is die ridder van zwaarden ook wel een nieuwe bondgenoot waarmee je samen dingen gaat ondernemen. Het gaat sowieso ook over geld vanwege die ruiten als het ware. En ruiten staan gelijk aan munten. En waarschijnlijk heb je dan ook met een stier, een maagd of een steenbok te maken. Het is een aardeteken. En de zon is eigenlijk mannelijk. En de maan is eigenlijk vrouwelijk. Dus dat kun je dan ook met je meenemen voor de maand september. Dus je gaat, je krijgt als het ware een bondgenoot, een maatje. Stroming, financiële stroming, cyclus. En het negatieve wat je misschien nog hebt ervaren. Dus hier ook die zorgen gaan verdwijnen. En dan krijgen we hier heilige eenwording, koester je relatie. Nou, vind je dat geen mooie kaart bij dit hele verhaal? Alsjeblieft. Dan gaan we naar oktober. Nou, eens even kijken wat oktober te vertellen heeft. Ja, bekers, aas, vissen eromheen. Die vissen staan altijd voor stroming en geld. En geluk en emoties. Water staat voor emoties, bekers staan voor emoties. Nou, je hebt al vaker die vissen in de Lenormand gezien, zoals hier. Dan komen ook die vissen weer terug. Staatsloterij, dat weten we allemaal, geeft ook symbool, die vissen. Let maar eens op logo's van meer bedrijven die een vis gebruiken. Vissen staan gewoon voor stroming, emoties en geld, vermeerdering. Chinezen hebben niet voor niets Feng Shui, hè, de goudvissen op bepaalde plekken staan. Ga maar eens op letten waar je vissen ziet. En zie het eens als een signaal. Dat is best wel leuk. En dat is ook de wet van aantrekking. Zeker goudvissen. Maar daar gaat het nu niet over. Het gaat erom dat we hier het schip hebben. Het schip gaat over handel, over reizen, over het buitenland, over grenzen verleggen. Grenzen durven verleggen. Over je grenzen gaan. Misschien ga je wel over de grenzen van anderen of laat jij over je grenzen gaan.
Dat staat ook voor succes, handel, financiën. En ja, ik had het al over die vermeerdering en al die vissen die we hier zien op die bekers aas. En het staat ook voor relaties naar een dieper niveau brengen. Nieuw begin eigenlijk. En op gevoelsvlak, op zielsniveau. Het hart krijgt eigenlijk een nieuw impuls. Dus er gaat verdieping en vermeerdering komen van emoties van geluk. Begrenzen. Wanneer ga je begrenzen en wanneer ga je overgrenzen? Durf je ook meer out of the box? Want dat is ook zeker belangrijk. En het hart, ja, je hebt een geheime aanbidder. Alsjeblieft. Is dat mooi of is dat mooi? Dus dat krijg je voor oktober van me mee. Nou, gaan we alweer naar november. Ik probeer hem binnen 30 minuten te doen. We zitten er net een beetje overheen. Maar ja, ik probeer ook het natuurlijk niet af te raffelen. Ja, weer een ridder. Allemaal ridders en bekers voor jou. En dan hebben we weer... En dat vind ik dan wel grappig, want hier zie je wel die vissen bij, maar dan wat scherpere vissen. Ridder van bekers, alsjeblieft. Dus een jonge man. En ridder van bekers is iemand met licht haar, expressieve ogen, lichte ogen. Je kent ze wel, die types, dat je denkt, wauw, die hebben dan een hele speciale blik. En die hebben vaak hele lichte ogen, waardoor je eigenlijk al denkt, ja, die is gewoon super spiritueel. Dat is een hele speciale ziel. Zo moet je dat eigenlijk, ja, je herkent dat vanzelf. En ja, ridder van bekers is eigenlijk, ja, die kan wel een beetje snel gekwit zijn. Die kan zich wel door emoties laten leiden. Dat is wel belangrijk. Die kan soms wat lange tenen hebben. Maar is wel iemand die heel erg actie onderneemt en heel gracieus is, een gentle is, heel passievol is. En dat ligt er eigenlijk voor de maand november. En nou, we hebben bezoek, zie ik hier. Gecombineerd met de kaart van passie. Dus misschien even in je agenda wat wegstrepen, dat je wat tijd hebt, want hier ligt passie. Strijd, innerlijke strijd, heeft ook wel weer met die ridder te maken, want de ridder vertelt ook iets over jou. Maar dit is ook een kaart, dat is klavers en klaveren, jonkheer, staven, vuurkaart. En ram, leeuw, boogschutter gaat dat vaak wel mee gepaard en het heeft ook met wilskracht te maken, strijd, bezorgdheid, doelgericht zijn, maar ook zeker met passie. Ik heb hierbij heel erg sterk het gevoel dat in november gewoon best wel veel passie aan de gang is. En ja, er wacht een nieuw avontuur op je. Ga erop in, een nieuw begin. Leef je dromen maar eens vol overgave uit. Dus dat krijg je als cadeautje mee voor november. Last but not least. Dat duurt nog bijna een jaar. Ja, ik vind dat altijd zo'n mooie kaart. Kijk, staven 6. Overwinning. Knappe vent met dat rode doek. Dus dat laat alweer wat zien, hè, van de macht en de kracht. En dit gaat over succes, overwinningen die je behaald hebt. Groot succes. Je bent alleen nog even zoekend. Welke richting ga je nu op? Kijk die lauwerenkrans op de achtergrond. Hoe mooi is dat? Nou, en... Ja, ik gaf al aan, je weet nog niet zo goed welke richting je nu op gaat, terwijl je die overwinning hebt behaald. Dus je hebt weer een battle gedaan. Boek ligt erbij. Boek staat voor boeken sluiten. Dingen zijn, informatie is nog niet helemaal duidelijk voor je. Dus het kan best zijn dat er nog nieuwe informatie aan het licht komt. Dat er nog geheimen worden onthuld als het ware. 26 is een 8, staat voor geen begin, geen einde. Volmaakte harmonie, dus twee nullen op elkaar. En dan heb je hier ook nog de 10. Dus de 1 is dat nieuwe begin. Nu, hè, dus dat gaf ik al aan van met die overwinning van staven 6. En 10 staat eigenlijk weer voor 1, hè, dus twee cijfers. Dus het samengevoegde getal, het eerste samengevoegde getal. En dat is eigenlijk het signaal van een nieuw niveau. We gaan een nieuwe battle in. En een battle is niet per se een uitdaging, maar je gaat een nieuw level in. Dus
daar ga jij in december, staat jou dat te wachten. Vrolijk en speels, lachen is de beste therapie en liefde is het allerbeste medicijn. Maak samen veel plezier. Nou, tweeling, dit mocht ik voor 2020 voor jou naar boven halen. Het zijn allemaal kleine dingetjes, kleine thema's. Ik kom natuurlijk weer terug met de maandlegging. Maar ik dacht, dit is ook wel leuk om het hele jaar even met je door te nemen. Dit gaat er komen, dit gaat er spelen. Misschien dat je het af en toe nog even terug kan kijken. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je duim niet omhoog te doen. Laat zeker je comment achter. Vind je het een leuke video? Ja, dan vind ik het natuurlijk ook superleuk als jij hem weer even deelt op jouw social media. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Heb je zoiets van, ja, supercool. Ik zou dat echt wel voor mezelf eens willen weten. Nou, je kan mijn collega's of mij altijd bereiken voor een telefonisch consult op www.puurmedium.nl. Op het moment heb ik het erg druk, dus dan adviseer ik je. Wil je mij zelf spreken, maak dan even via WhatsApp een afspraak voor een telefonisch consult. Ja, voor hetzelfde denk je, ja, ik zou wel eens een maand willen proberen. Ik wil wel eens echt een maandlegging. Nou, dat kan natuurlijk ook. Kijk even op de website naar alle mogelijkheden van maandreadingen, kwartaal- en jaarreadingen. Alle linkjes staan hieronder. Ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende.